En je ziet in Nederland dat eigenlijk steeds meer vrouwen, ook van een jongere leeftijd, vragen om bilvergroting. Dat doen we met vet, maar ja, daar heb je niet zo heel veel van. En een andere methode is om het met bilimplantaten te doen. Het meeste volume wil je een beetje hier, in dit gebied. Bedenk wel dat de breedte niet verandert, het is meer de projectie naar achter. We gaan kijken waar de onderkant is, want je moet oppassen dat als ze gaat zitten, dat ze niet op de prothese gaat zitten. Plaats de prothese ongeveer hier. En dan zie je dat het boven de ondergrens van het zitten komt. Hier is de rand van het bekken en dat is de plaats waar het begin is van de grote bilspier. In het begin werden deze implantaten gebruikt vlak onder de huid. Maar die huid gaat uitrekken en wat er dus gebeurde was dat die implantaten gingen verschuiven. Wat tegenwoordig wordt gedaan is dat je een holte maakt in de grote bilspier. Maar dat is lastig, want dat is niet een normaal vlak. Dan moet je dus echt een holte creëren. Hier, in dit gebied, is de huid, als het ware, zit vast met bindweefsel aan de onderlaag. Hè. Daarom heb je die plooi. Dus als je opereert en je gaat hier doorheen snijden, dan maak je dat eigenlijk kapot. Dat is de reden dat we dat op een iets andere manier doen. Dus dit is dat stevige gebied wat verbonden is met de onderlaag. Als ik dit kapot maak, dan krijg ik verstreken billen. Dus vandaar dat ik een andere truc heb. En als het ware de oppervlakkige laag van de huid eraf haal. En dan blijft de rest van de huid en de verbinding met de onderlaag blijft zitten. En dan gaan we naar de zijkant. Dan gaan we nu richting de bilspier. En je ziet dat ze best van zichzelf wel een vetlaag heeft hier. Nou, wat je nu kunt zien is dat daar is de grote bilspier, de gluteus maximus. En je ziet dat de vezels in die richting lopen. En die gaan we zo meteen klieven. Dus ik moet eerst een holte maken. Dan ga ik nu door de vezels heen. Door het laagje wat ik net liet zien. En nu is de bedoeling om een laagje van 2 à 3 centimeter boven het implantaat te laten zitten aan spier. Ik moet nu een holte maken in de spier. Dit is het lastigste deel van de operatie. Ik moet nu in de spier een holte maken waarbij ik de laag boven de spier ongeveer 2 centimeter houd. En ik eigenlijk evenwijdig moet aan de vezels. Nou, ik wil de bovengrens hebben, dus dat kan ik hier voelen buiten. En ik ga in de vezelrichting en ik klief als het ware voorzichtig in de vezelrichting. Nou, ik voel nu even of ik voldoende ruimte heb. Kijk, daar heb ik de holte gemaakt aan de bovenkant. En als je goed kijkt zie je dat er nog spieren onder zitten. En er zitten spieren in het dak. Dus daar zit de holte. En nu de andere kant. Kijk, dit is een rond bilimplantaat. Hij is qua siliconen structuur is die steviger dan een borstimplantaat. Deze gaat veel meer naar de vorm terug. Hij is glad. Dat gebruiken we borstimplantaten nauwelijks. Deze gaan we inbrengen. Dus de prothese zit erin. Hij zit bijna goed. Nog een paar vezeltjes die wat los moeten. Maar hier zit je aan de bovenkant, daar zit de grens. Dus er zit hier aan de grens, dus dat is mooi. Deze zit nu goed. We gaan nu aan de andere kant het implantaat inbrengen. Ze mag een week lang er niet op zitten. Mag wel naar de wc gaan uiteraard. Ze krijgt een verband eromheen wat ze een week moet laten zitten. En ze moet 4 weken lang een strakke liposuctiebroek dragen om het op zijn plek te houden. Ze mag wel op haar zij liggen en op de buik met slapen, maar niet op de rug. Voor een week.